Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de kiezerslijsten ter inzage aangeboden aan het onafhankelijk kiesbureau OKB. Dit bureau controleert kiezerslijsten volgens de wet. Na grondige controle zal het OKB de kwaliteit ervan beoordelen en dit melden aan de president en de Nationale Assemblée. Het kiezersregister met belangrijke gegevens zoals namen en adressen wordt bijgehouden door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het OKB zet zich in voor het handhaven van Surinames goede reputatie bij de organisatie van de verkiezingen. Het ministerie van Openbare Werken is op 26 maart 2024 gestart met het bezanden van zandwegen in Kommewijnen. In samenwerking met het districtscommissariaat wordt beeskorst, savannazand en klinkzand gebruikt om de wegen te versterken. Aannemingsbedrijf Suram NV levert 3000 kubieke meter mixmateriaal. Met een tweede fase in de planning om alle onverharde wegen in Kommewijnen aan te pakken. Verbetering van de infrastructuur is cruciaal voor de mobiliteit en veiligheid van de gemeenschap. Het ministerie van Openbare Werken vierde op 22 maart 2024 de eerste fase van een Indiaas project voor versterking van Surinames veerkracht tegen overstromingen. De samenwerking resulteerde in een subsidie van $1 miljoen, waarvan een deel gaat naar trainingen en apparatuur voor nauwkeurige weersvoorspellingen en overstromingswaarschuwingssystemen.